helemaal. Dus dat de winkelcentrum is. Dus dat de winkelcentrum is die gebruikt. Die aan de rechterkant van het kappertje. Dan kon je je opkamer wel aan het schilderen toekappen. Dan was er een hier zijn en dan was dit. Dan zat de geluidwerk aan het erin en dan kon je rondje dit en rondje dat aan. En later kwam een van de eerste supermarkt. Dat is hier nog, die heeft de ballen op. En dat is een kantoortje. Ja, het is net als een pophuis. Kijk, dat is wat het origineel zijn. Gewoon een stukje kruis. En het eindje, dat zou je worden. En het eindje wordt het nog. Ja, ik heb wat filmpjes gemaakt, maar ze staan een beetje niet meer op volgorde. Er zijn al nieuwe huizen geweest. Aan de buitenkant beneden noemt het zoonterrein. Het is voor een moordenaarse. Daar zijn er een centje van, wel ja. Dat is die jongen hier zo van een rijschool, rijschool. Dat zijn de nieuwe huizen. Hier waren er alleen maar, dacht ik. En daarna stond, tegen twee huizen aan elkaar, twee onder één kap. Daar stond dan in de familie Jansen en twee dochters. Een kamertje, de hoek. Dat is die ring. Die twee dagen was het beeld van de kamer. Ja, die mensen hadden een hele stuk hier zijn ingepland. Maar ik mocht alleen een straatje lang gebeuren hier. Om dan eens kijken hoor je. Wat een fijn heb ik dat hier jaren rondkrijgen. Een tuin, een hekketje eromheen. Het was een tuin. Het mocht niet gekker worden. Raam, hier was de bijkeuken. Eerst de bijkeuken en dan hier de keuken. Maar dan vader een geheel van gemaakt. Er was hier het CVV, voetbalclub. Ja. De deurtje laat toch. En dan had je links en rechts. Dat je voetbal gehouden. En die stuk hiervoor, waar die bomen. Daar leven we een drummetje. Een drummetje. Dus even kijken. Zou ik dat huis? Wordt het drummetje er niet afgenomen? Ik ben te zoeken daar een beetje. Nee. Ja. Yeah. Dat is ook met die steekling op een vuilende film. Van die trainingspak. En ja, dan de Indische jongen die was toen vijf open. En er is een man die al dood was in de tijd. Daar nog geen bal over hebben, want ik kijk het er maar aan. En wat verder hier de organisatie, de Puggie, de Rommel. Ja, en daar was het voetbalveld, 7-2. En dan geeft het tribune, zoals dat er pas helemaal wat in die tijd. Ja, we komen meer door de achterdeur nog een paar jaar. Ja. Voorbij gaan we fight. Mijn vriendje. Als hij de rest van de jongen tegenkwam hier zo, dan moet hij top aan de kant kijken en dan moet hij weer verder. Dus ik had helemaal geen vriend, ook mensen vriend, maatje zeg maar, je vriend. Dus altijd. Gisteren bij de gemeente, zo'n mensen die aan de straat werken doen, die gingen pas werken, als dat hier op zich gebruikt kwam. Kijk uit, er komt op, nou, dat werd weer. Ik kom alleen maar nog een momentje bij
ooit voor in de tuin hier zijn. Er zit er wel heel veel hier, wat de kinderboerderij. Of wat dieren erin, denk ik. Het basketbalveldje. Dat was eerst een ijzeren hekje, dat was dan een hekje. Hulpruisjes. Kom aan de buitenkant. En een deurmuisje. Waar ook een ziek was en zo. Veel pijn die dag ben. Ja, dan moet ik wel. Ik lag gelijk over de hek. Ja, ik ben nogal die andere jongens. Maar ja, sorry, vroeger, hè. En ik kwam hier pas later bij me, en was het spitveldje. En daar waren die jongens, die waren wel de knokken. En ik zei, oké, jullie komen al. Maar ik waren een heleboel testen, hè. Wij waren al 17 en ik was alleen. En ik sta hier, hè. En ik sta in de huiling, weet je al. Om eerlijk te proberen te weg. En ik stuurde een jongen naar me toe. Een vriendje van mij gestuurd. En die stond, maar die komt op me afrennen. En die stond me keihard in mijn maag. Dat ik geen adem meer had. Weet je wel. Op de manier dat je zelfs dood kan gaan. Ja, dat is echt gezellig hier zijn. Ja, dat heb je als je met de Hines begint te krijgen in plaats van met de Purple. Maar ja, hij werkt daar nog bij met Transport. Zo, onder Suzuki Waterorgel 750cc. Dat is. Nou, ik heb hier zo, op een Suzuki Waterorgel 750cc, heb ik hier zo over de 100 gereden hier. En die gasten met die plugjes Maxi. Ik kwam maar niet onder de 80, hè. Hier achter in de hoek, het staat ook alweer een nieuw gebouw. Dat de vroeger de invalide kinderen, die niet naar buiten mochten, want die waren soms te eng om aan te kijken, zei je. Dat is niet maar een beetje rond, hè. Maakt het gewoon, ja. Zijn we weer terug uit de campagne. Dus het nieuw gebouw, ja, dat zijn we maar hier. Watertjes, hè. Nou, maar de brug maar eens ziet er, hè. Hoe dat maar een beetje. Kijk, dat is nog het origineels, hè. Dat was een stukje gas. En het zaakje, dat zou je worden, hè. Kijk, daar wordt het gewoon.